als het aan de gemeente ligt, dan gaat de openbare bibliotheek dicht. Nou, de gemeente wil 2 ton bezuinigen per 1 januari en als dat gebeurt gaat de bibliotheek dicht. Zij zullen het ontkennen, zij zullen zeggen we willen alleen maar bezuinigen, maar wij hebben natuurlijk al de laatste 10 jaar zoveel bezuinigd dat die 2 ton er niet meer bij kan. Wat zijn in uw ogen de motieven van de gemeente om de bibliotheek te laten bezuinigen? Nou, wij denken geld, want de gemeentebegroting sluiten, maar iets anders kan ik niet bedenken. En waarom ze de keuze gemaakt hebben om de bibliotheek daarmee te treffen en niet de andere dingen, daar hebben wij ook geen inzicht in gekregen. De burgemeester heeft onlangs gezegd dat hij een stad als Almelo zonder bibliotheek eigenlijk geen goede zaak vindt. Nou, dan hoop ik dat hij dat meeneemt naar de besluitvorming over die bezuiniging. Overigens, wij zijn wel degelijk bereid om te bezuinigen. We hebben ook tegenvoorstellen op tafel gelegd. Maar daar hebben we nog geen reactie op. Wanneer denkt u, kan er een reactie komen van de kant van de gemeente op uw voorstellen? Nou, ons laatste voorstel is afgelopen maandag naar de gemeente gegaan. Ja, ik weet niet hoe lang ze over zoiets doen, maar ik denk toch wel dat we begin volgende week een reactie verwachten. En als daar niet op ingegaan wordt en we moeten echt 1 januari 2 ton bezuinigen, dan gaat het hier gewoon dicht, want dan kunnen we het niet meer waarmaken. Dus het gebouw dat koningin Beatrix ooit heeft geopend, gaat een aantal jaren daarna gewoon dicht? Ja, uiteindelijk wel. Kijk, wij hebben echt redelijke voorstellen van wat we nog wel konden doen. Want wij snappen ook dat de gemeente Almelo financieel moeilijk zit. Maar dit kan niet en zeker niet op zo'n korte termijn. Als je nou nog over wat langere termijn uitschuift en het bedrag wat lager maakt, dan komen we er nog wel uit. Maar ook daar krijgt het gesprek niet over vlot. U bent als openbare bibliotheek een online petitie gestart. Hoe staat het daarmee? Ik heb vanochtend voor het laatst gekeken en toen stond hij op 4300. En dat is heel veel. Ja. In een paar dagen tijd. Wanneer gaat de kogel definitief door de kerk? Uiteindelijk bij de begrotingsbehandeling, die is op 5 november uit mijn hoofd gezegd, bij de gemeenteraad. En ik doe ook echt een beroep op alle politieke partijen om met ons van tevoren in gesprek te gaan. Een aantal doen dat overigens ook. We hebben ze allemaal uitgenodigd, van een aantal hebben we intussen reactie gehad. Om toch echt uit te leggen dat dit niet kan en wat dan wel kan. De raad moet uiteindelijk de doorslag geven. Ja. Ziet de raad nog alternatieven, denkt u? Nou, wij krijgen regelmatig van wel alternatieven aangereikt, maar dat zijn dan bijna altijd dingen die of onmogelijk zijn of die we al gedaan hebben. Dit is niet de eerste bezuiniging, hè? Dit is intussen de zoveelste. Dus volgens mij ben ik intussen redelijk ervaren in het bezuinigen. En ja, weet je, sommige dingen, daar kun je ook niet zo heel veel mee. Er zijn best raadsleden die mee willen denken en soms zijn die suggesties nuttig. Maar de oplossing heb ik er nog niet bij gehoord. Volgens recent onderzoek is de helft van de schoolgaande jeugd functioneel analfabeet. Ja, ongeveer. Een sluiting van de bibliotheek heeft daar natuurlijk gevolgen voor. Nou, wij weten wat laaggeletterdheid in Almelo doet. Daar hebben we 3 jaar geleden ook nog een onderzoek naar gedaan. Ik ben bang dat dat in Almelo nog meer is als in een hoop andere plekken in Nederland, gezien de rest van de sociale problematiek. In ieder geval, er zijn in Almelo zeker rond 8000 volwassen laaggeletterden. Daar doen wij heel veel voor. Verder proberen we het zo vroeg mogelijk af te vangen door allerlei dingen op school te doen. Dat ben je allemaal kwijt. Wij zitten niet alleen in dit gebouw, wij zitten ook in bijna elke school in Almelo bijvoorbeeld.